over Erwin Mortier. Het is een dichter, een schrijver. Schrijver, zeer goed. Hij is van het Gentse. Hij heeft de ACO Literatuurprijs gewonnen. Ja. Allee, dat is allemaal juist. Het zou kunnen. Ja, stop. Karel, wat weet jij nou? Het zal wel de broer van Guy Mortier niet zijn, maar stop. Nee, stopt ook. Marcel. Marcel, natuurlijk. Sluitertijd. Ja. Titels van zijn boeken. Je hebt al gezegd dichter, maar het is een stadsdichter. Stadsdichter, ja. Ja, dat heb je niet gezegd. Dat was niet goed genoeg. Dat heb je niet gezegd, hè? Dichter. Ja, dichter, ja. En Gent heb je ook gezegd, maar niet stadsdichter. Ik weet daar alles over. Ja, dat moet het zeggen, hè. De Inquisitie. Ik ben aan het... Zo, ja, stop. Ja, dat hebben ze mij daar net uitgelegd. En Karel komt als eerste aan de beurt voor deze vraag. Over de stad Lier. Wat valt daar zoal over te vertellen dat wij heel belangrijk vinden? De Zimmertoren, Walter Grootaars, provincie Antwerpen, Lint, SK Lierse. Dat zoeken we niet. Geel-zwart, Marleen van der Poorten, burgemeester, nee. Bettina Gijzen. Nee. Allee, jongen. Stop. Eén antwoord dat we willen weten. Lieve. Oh, wacht. Wat? Ja. Lieve. Stop, ik weet het gewoon. Het is gebeurd, ja. Ja, Lieve. Ja, ik ben intrist. Ben je intrist? Je ziet er zo niet uit. Nee, maar het is toch echt door de stress, want het stomme is dat je ontzettend veel weet, maar er... ja. Het is dwaas, maar je kunt er niet opkomen. Op het moment, hè, een seconde later wel. Ja. Ja, op een zekere leeftijd. Dus, ik ben ja. Een onervaren. Ja. Wat denkt u van de tegenstanders, meneer Bart, mocht ik zeggen? Hè? Ja, het zijn twee veteranen, heb ik gehoord. Dus, dat in zal leeftijd heel wel, ja. Moeilijk worden, maar moest ik Mark Reinebo eruit spelen, dan gaat mijn levensdroom in vervulling. Serieus, ja? Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, Mark, jij zit hier voor de zesde keer. Niemand deed beter dit seizoen. Dat is toch ja. Prettig? Ja, nee, dit is heel prettig. En ik ben ook verheugd dat bij deze zesde keer Bart de Wever komt opdagen. Want... als ik door iemand wil gewipt worden, dan is het door hem. Zal hij ook uw wenken bedienen? Hij wint en de twee anderen niet, maar zullen toch gelukkig naar huis gaan, verslagen door de grote De Wever. Dat zijn mooie woorden. Derde plaats op de Senaat. Het is in orde voor u. Dan zet je bij de N-VA nog niet verkozen. Daar hebben we nog niet mee. De Nijlvallei is hij onder een piramide gelegd. Die is pas heel laat. Koningin Elisabeth was daarbij toen dat ontdekt is. Ja. Stop. Je stopt. Je weet er heel veel over, maar niet wat we zoeken. Bart. Die lag niet in een piramide, maar in de Vallei der Koningen. Vallei der Koningen. Het is door Engelsen ontdekt. Er lag een vloek op zijn graf. Ja. En daarmee stop. Ja, zeer goed gespeeld. Allebei trouwens. En een gouden masker. Ja, een gouden masker. Dat zochten we ook nog. Piramide. Allee. Ja. Als historicus, een schande. Die probeer mij te intimideren. 35,98. Je hebt een tik gekregen, Mark. Ja, ja, zeg dat wel. Ja. Je moet 5 goede antwoorden geven. Ja. Bart heeft dan 2 goede antwoorden genoeg. Okay. Het voordeel is wel dat jij nog steeds als eerste aan de beurt komt. Ja. Het kan gedaan zijn met deze vraag. Misschien ook niet. Wie is of wat weet je over Adolf Eichmann? Adolf Eichmann was een nazi in Nazi-Duitsland. Hij was de organisator van de Jodenvervolging. Zeer goed, ja. Hij is ontvoerd in Argentinië. Argentinië ook veroordeeld in Israël. Nog één. Hij heeft er doodgebracht. Het is gebeurd, ja. Oh, goh. Man, man. Ja. En welke smoel ga je trekken als je hier wint straks? Nummer 37. En als je verliest? Dan probeer ik een nieuwe te ontdekken, nummer 187, Mark Rennebo, maar dat zal toch wel moeilijk zijn. Ben je bang van Jacques? Toch wel een beetje. Het zijn meestal de mensen die onderschat worden, die het sterkst uit de hoek komen. Dus ik denk dat Jacques heel veel weet. Is toch ook al wat ouder, heeft al wat ervaring. Hij wil dus zeggen, het is niet omdat hem er stom uitziet. Maar je hebt dat goed gezegd. Ja. Volgens mij is Jacques Vermeire iemand met zeer veel verstand. En wat meer is, het is nog nooit gebruikt.
Is dat de eerste professor die je ooit ontmoet, Jacques? Welke blonde leading lady van VTM, presentatrice van onder meer Blind Date, was wel zeer openhartig in Shea magazine en vertelde daar, ik citeer, ik stink. Welke blonde lady van VTM zei het? Ingeborg? Nee, stinkt die ook of? Jacques, het is afgelopen. Ja? Ja. Ik ben echt niet ontgoocheld. Nee? Nee, ik ben ik heb mijn best gedaan. Ja, absoluut. Je hebt zeer goed gespeeld. Ja, ik ben niet ontgoocheld, ik meen dat. Dat merk je toch ook? Ja, absoluut, ja. Met een sterke tegenstander. Ja, ja. Ja, maar ik ben blij. Het is niet tegen Janneke en Mieke, hè? Het is niet tegen Janneke en Mieke. Alhoewel.